Derl, we hebben een voetballoze weekend gehad. En wat doe je dan als voetballer? Um, niet zoveel eigenlijk. Nou, ik was jarig toevallig dit weekend. Oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Dank Dus ik heb een feestje gehouden. Familie was thuis. Met mijn dochter, vriendin. Het dus was gezellig. Nu komt er een belangrijke, of belangrijke week aan. Um, als we kijken naar de ranglijst, dan word je natuurlijk niet vrolijk. Wij, wij kunnen hoger staan. En als je kijkt naar het spel, uh, wat is jouw reactie erop? Uh, ja, wat je zegt, we kunnen uh, hoger staan, we moeten hoger staan. Dus uh, ja, de aankomende week is wel heel belangrijk om punten te pakken. inderdaad. Uh, Sparta thuis, wat zijn je verwachtingen? Um, ja, het is moeilijk om uh, verwachtingen uit te spreken. Uh, aangezien we uh, goed voetbal hebben laten zien en een punt eigenlijk hebben laten liggen. Maar ja, we moeten, we moeten winnen. Dus de druk zal ook bij ons liggen, maar ook bij Sparta. Maar ik denk vooral bij ons ook omdat we natuurlijk thuis spelen. Dus uh, ja, ik hoop natuurlijk op, op een overwinning. Er ja, komt een belangrijke reeks aan. want We hebben ook veel thuiswedstrijden. Uh, dus ook veel mogelijkheden om butten te pakken. Ja, nee, dat klopt. Uh, vooral op zaterdagavond is de sfeer in het stadion eigenlijk uh, het mooist. Dus uh, dat geeft ons ook wel een extra boost. alleen het zou ook wel leuk zijn om gewoon een uh, keer de drie punten dan te pakken. En uh, ja, of het dan met goed voetbal uh, is, zou mooi zijn. Maar als het een keer met slecht voetbal zou zijn en we pakken de drie punten is ook alleen maar mooi.